Ja, de vibe is eigenlijk wel misschien wel het meest unieke aan South by. De hele stad draait gewoon om één can-do mindset en inspiratie is overal. En zelfs 's avonds als je aan de bar staat, bijna iedereen die aanspreekt is gewoon interessant en heb je op een of andere manier wel iets te bespreken met elkaar. Het gebruik maken van elkaars kennis, dat wordt hier de hele tijd gedaan. En dat gebeurt tijdens een grote lezing, dan word je aangestoten door de man of de vrouw rechts en links van je. Maar het gebeurt ook vervolgens in de hallen en het gebeurt ook buiten, het gebeurt ook hier op het balkon. En ja, dat maakt het wel ontzettend bijzonder. Tech is sleek and streamlined and fail fast and enamored of the new and the shiny. How do you take these two things that seem culturally to be so unalike and put them together in a way where they can and want to work together? You know, well, let me give you an example of the big and the bloated and the frustrated. You may recall that I passed this law called the Affordable Care Act to sign people up for health. You're more than welcome to do your dad's company. You're more than welcome to do Coca-Cola. You got other things, but you're caught up in the machine. Get the fuck out of the machine for a second and think about what you're doing. What's up? Danny Burke here at the panel in Austin, Texas. And the one Snapchat tip I have for you is just to be yourself and good things will come from it. I was meeting you, So I think, you know, if you ask anybody to predict the future of the next social network or will Facebook be around in 5 years, if they give you an answer, they're wrong, they're crazy, because nobody knows the answer. So I look at it as if you can build a community and then bridge that community on all the social networks or where you think your audience is, that's key. I don't think it's not where one is. We don't need Snapchat to replace Facebook. Live streaming doesn't make you no longer need Twitter, but it's how do you create a community of people that will follow you wherever you go and then bridge that conversation. We zijn hier in de Asian corner van de trade show bij South by Southwest. En we zijn hier alle gadgets aan het uitchecken. Dit is een slimme broekriem. And it's guaranteed to bring smiles to your children's faces and make child raising much more fun. Hier, kijk, dan zie je in het scherm zie je dan de lyrics van de song die je afspeelt. Cool, hè? Dat is echt heel vet. This is AutoPod, voice recorder pod. You can record your voice message into the pod. Geen koffie vergeten te kopen. The clothes off, so it's a playback. Geen koffie vergeten te kopen. Oké. Ja, er zijn twee dingen wel echt, nou ja, natuurlijk de speech van de president, dat was wel bijzonder, dat merkte hier aan heel de sfeer en die heeft echt wel voor gezorgd dat we heel de week eigenlijk daar wel over gesproken hebben. Niet zo over wat hij zei, maar ook gewoon over wat dat met zich meebracht. Daarnaast heb ik de eerste dag naar een lezing geweest, dat heette Screw E-mail. En dat vind ik best interessant, want het is natuurlijk heel makkelijk om maar te blijven digitaliseren, maar zij gingen juist door naar hoe dat dan weer persoonlijk te maken. Hè? When digital becomes human, dat hoor je natuurlijk wel vaker, maar daar gaan ze wel steeds verder in. En ze gaat ook niet vervangen. Het gaat heel veel over virtual reality hier. En als je er de eerste keer over nadenkt, dan denken mensen, oh, dus mensen hoeven nooit meer te reizen. Maar ik heb hier geen enkele start-up gezien die met VR reizen wil vervangen. Het is echt allemaal om dat te verbeteren of om in de medische zorg te gebruiken. Ik heb twee sprekers gezien die ik echt fantastisch vond. De een is Brittany Brown. Die gaf vandaag een keynote speech over Daring Greatly. En ik ben gisteren naar een sessie geweest van Sarah Hall. En Zij praat over talent development en het trainen van mensen. En dat doet ze vanuit een meer science perspectief. Ze had ook een neurochirurg in haar team. En dat was ontzettend interessant om te horen wat zij samen met de neurosurgeon, maar ook samen met Red Bull, haar klant, over talentontwikkeling en talent aantrekken, zeg maar, te vertellen had. Nou, ik was heel erg onder de indruk van een panel. We the people using tech to zoiets als evolutionize the government. Ja? En dat waren 4 mensen die letterlijk direct onder Obama werkten. En een team, 3 vrouwen en een man. En die runnen een bureau binnen de overheid om diensten van de overheid te innoveren. Ja. Boven verwachting. Ja, dat boven is ook verwachting. Leuk om je gewoon te laten verrassen. Ja, dat gebeurt hier. Ja. Ja. Ja.